Dit zwemwater was ongeschikt om in te zwemmen. En wat ze hebben gedaan is het gif hier door laten spoelen. Maar terwijl we hier staan, komt er alweer nieuw gif uit de fabriek deze kant op. En wat wij willen is dat er geen gif meer geloosd wordt door chemo. Dus dat er geen PFAS meer geloosd wordt. Zodat het zwemwater hier altijd veilig is. En dan niet steeds het gif doorgespoeld hoeft te worden in de rest van het oppervlaktewater. Dus nul uit de pijp en gezondheid voor alles. Ja, nou, het is een mooi spandoek. En als dat blijft hangen, dan is voor de mensen ook duidelijk, want ze gaan toch gewoon zwemmen. Ja, daarom hebben we ook flyers meegenomen waarbij we mensen uitleggen waarom we hier zijn. Het is niet om te zeggen, je mag hier niet zwemmen of je moet hier niet zwemmen. Sterker nog, wij vinden dat je hier altijd moet zwemmen en altijd moet kunnen zwemmen. En dus dat er geen nieuw gif meer deze kant op komt. Hoe is het in de Tweede Kamer met PFAS? Hoe ver staat het ermee dat het nul kan worden? Nou, heel veel partijen in de Tweede Kamer zeggen dat er een verbod moet komen, maar zeggen ja, dan moeten we wachten op Europa. Nou, we weten allemaal, als je op Europa gaat wachten, kan het jaren en jaren duren. En wij als SP zeggen nee, dat moet echt nu ingegrepen worden, want die gezondheid en die veiligheid die is nu nodig. Dus er moet daarom ook nu een uitstootverbod komen voor PFAS, zodat het zwemwater hier altijd schoon is. Ja, dit is lokaal, maar landelijk speelt het natuurlijk ook, hè, op meerdere zwemwaters. Ja, er zijn op heel veel plekken PFAS-vervuilingen, daar gaan wij ook naartoe. We vinden dat niet alleen Chemoer moet stoppen met PFAS-uitstoten, maar ook de andere PFAS-uitstoters. Zodat dat gif niet meer in onze natuur en in onze lichamen terechtkomt. Hè, via kippen, eieren, via het water, via de lucht enzovoort. Hè. Dus die PFAS-uitstoot die moet naar nul. Nou, ze zeggen wel dat het schoon is, maar het is niet schoon. Nee? Maar ja, de gemeente doet kan wel van alles zeggen, maar kijk maar. Kan je het zien dan? Ik weet het niet, ik ga het er niet in ieder geval. Nee. Ze hebben het getest en het is nog steeds vuil. Ja. Ja, wat moet er nou gebeuren? Ja, je moet gewoon sluiten. Ja. Ik ben zelf werknemer geweest daar ook 17 jaar. Ja. Ik ben er ook ziek van geworden. Ja. Ik ben gewoon een nummer. Ja. En het draait allemaal om geld. Ja. Wordt die nou geholpen? Ik ben 7 ziekenhuizen af geweest. En ik zit nog steeds, de klachten worden alleen maar erger. Ja? En wat zijn de klachten? Zenuwziekte. Mijn zenuwen sterven langzaam af. Oh. 24-7 pijn. Zo? En ik slik 20 tabletten per dag. Dus ik weet donders goed waar die troep zit, wat het is. Ja. En u heeft er gewerkt, maar u kunt er niet op terugvallen op Chemoers of nee, Dupont? Nee. De deur is dicht. De deur is dicht. Mooi, hoe meer aandacht, hoe beter. Het grote ding wat mij eigenlijk zorgen baart is de onduidelijkheid. Dat vind ik eigenlijk het allergrootste probleem. Dus dat je aan de ene kant heb je RIVM wat zegt, de concentratie is veel te hoog, je mag hier niet zwemmen enzovoort. Dus PFAS is een heel groot probleem, zegt het RIVM. Tegelijkertijd wordt er nog steeds geloosd. Ik ben geen chemicus, maar ik zie dat daar een discrepantie is tussen wat onze overheid zegt en wat onze overheid toelaat. Dat is een groot probleem. En dat zou ik graag opgelost willen hebben. Ja. En het middel daarvoor is, denk ik, dat je een onafhankelijke partij dat heel breed laat onderzoeken. Een partij die niet denkt in korte termijn commerciële belangen. Die niet denkt in werkgelegenheid of in bijvoorbeeld verdienmodellen voor aandeelhouders ver weg. Maar een partij die denkt op de langere termijn voor de burgers, wat is nou het beste?